Het nieuwe voetbalseizoen gaat beginnen, ook bij HBSS. Trainer Toon Wolters. Toon, goedemiddag. Laten we eerst even de afsluiting van het vorig seizoen heel kort doornemen. Je deed 2 verenigingen. Hoe is het in jouw ogen al afgelopen? Het is afgelopen. Ja, de manier hoe het bij SVV is afgelopen, dat kent iedereen. Dus helaas, maar oké. Veel succes voor SVV volgend seizoen. Met HBSS hebben we iets gehaald wat we natuurlijk... dat was spannend en daar gelooft eigenlijk weinig of niemand meer in. En dat hebben we uiteindelijk toch gehaald, dus dat was prima. Je gaat je nu richten op HBSS. Je hebt een grote selectie. Hoe maak je daar nou chocola van? Oftewel, hoe haal je daar een leuk eerste elftal uit? Hoe haal je daar een eerste elftal uit? Het is heel simpel. Het zijn allemaal jongens die weten hoe het hoort. En ze weten allemaal wat ik van ze verwacht. Ja, en daar gaan de beste 11 gaan spelen. En de rest zit op de bank of speelt in 2. Ja, en uiteindelijk zullen we kijken wie hier... Het is niet altijd de beste speler die moet spelen. Het is wat voor de ploeg het best is. Daar gaan we een puzzel van maken. Dus een leuke uitdaging. Toon, je loopt al een tijd mee in de voetballerij. Nou heb je heel jonge jongens ook in je selectie. Is dat een andere vorm van aanpakken? Bij sommigen wel, bij sommigen niet. Ja, of een jongen nou oud of jong is. De een heeft gewoon een klapje op zijn schouder nodig en de ander een schop onder zijn kont. En of dat oud of jong is, nou, ik geloof... Ja, misschien moet je soms bij een jongere jongen ietsje rustiger aan doen. Maar aan de andere kant, je hebt jongere jongens, dat zijn bandietjes en dat zijn boefies. En je hebt sommige jongens die... Dus dat is voor iedereen verschillend. Ja. Het is niet voor mij... Als die goed genoeg is, is die oud genoeg. Hè? Als die 16 is en hij is goed genoeg, dan is die ook goed genoeg voor mij. Twee vragen die ik ook aan vorige trainers heb gesteld. Hoe evalueer je jezelf, terwijl er een wesp in je oor gaat zitten, zowat? Hoe evalueer je jezelf als trainer, Toon? Ja, na elke wedstrijd. Hè. Ik ben wel zo'n mannetje die na elke wedstrijd toch wel thuis op een bankje gaat zitten. Gaat kijken van hoe is de wedstrijd verlopen? Wat heb ik zelf gedaan? Wat had ik anders kunnen doen? Of wat heb ik juist vooral goed gedaan? Dat gebeurt ook wel eens, hè, dat je iets goed doet. Dus nou ja, zo is het. En zo controleer je gewoon de dingen van de wedstrijd. Van oké, hoe is het gelopen? Wat heb je van iemand gevraagd en kwam dat helemaal uit? Is het ook reëel dat je dat van iemand gevraagd hebt? Ja, dat is een beetje de manier hoe ik werk. Nou, is ook een vaste uitdrukking dat een goede trainer kan een speler beter laten voetballen. Vraag ik ook aan jou. Hoe doe je dat? Nou, ik denk een goede trainer. Kijk, ik ben me bewust. Ik heb trainers meegemaakt waar ik echt fantastisch mee kon voetballen. En ik heb een trainer meegemaakt. Toen kwamen de ballen op me af als vuurpijlen. Dus een beetje zelfvertrouwen is voor elke speler heel belangrijk. Maar je moet ook vooral van een speler vragen datgene wat in zijn vermogen ligt. Ik vind, als je spelers dingen laat doen waar je al van weet dat het niet gaat, ja, dan heb je een probleem. Dus ja, spelers beter maken door dingen aan te wijzen waar je van zegt, hey, dit zou je beter zo kunnen doen. Want je staat op die manier, hè, open gedraaid staan, over je schouder kijken, dat soort dingetjes meer. En verder is vooral iedereen vooral datgene laten doen waar hij goed in is. Hoe hoog liggen de verwachtingen bij HBSS? Je bent nou definitief alleen voor HBSS beschikbaar. Wat zijn de ambities? Nou, de ambities zijn dat we in een hele mooie competitie zitten met hele mooie clubs. Dus dat wordt een hele pittige competitie. Maar ik wil toch wel proberen om ergens in het linkerrijtje te eindigen met z'n allen. Ja, dat is een beetje hetgeen wat we willen. Gewoon goed meedraaien en niet het seizoen wat we hiervoor hadden dat we helemaal onderaan het lijstje bengelen. Dus